HEC42 is een non-profit stichting die sinds april 2010 bestaat. Mensen met een groot interesse in techniek, knutselen of computers komen hier bij elkaar. Regelmatig vindt er een HEC-activiteit plaats waar de deelnemers ieder twee voorwerpen krijgen waarvan ze de functie moeten veranderen. Een striptang? Een striptang en een glasbreukmelder. Wat de fuck? Mag ik dus een maten bij me? Ik heb nog geen idee. Eerst kijken hoe die werkt. Iedereen heeft nu iets gekregen, één ding. Twee dingen. En kijk maar wat je ermee doet ofzo. Ja, dat is het idee van de activiteit. Het is, er zijn heel veel mensen met computers bezig, maar dat is absoluut niet het doel ervan. Je kan veel verder gaan en veel leukere dingen en gewoon met techniek bezig zijn. Kun je in één zin zeggen wat hackerspace is? Voor iedereen wat anders. Het is hier toevallig een beetje een soort, nou ja, knutselclub voor volwassenen. Maar er zijn ook hackerspaces waarbij ze de hele dag achter een computer zitten en programma's schrijven of juist proberen te kraken. Er zijn ook hackerspaces waarbij ze voornamelijk metaalwerken doen of voornamelijk elektronica doen of wat dan ook. En hier is het heel verschillend. We hebben hier ook een naaimachine, dat hebben de meeste hackerspaces niet.